dit moment gebruiken in Nederland 11 miljoen mensen het internet. 80% van de Nederlanders zit gemiddeld 44 uur per maand achter het web. Dat betekent nu op zelfs dat de jeugd meer achter het internet zit dan dat ze televisie kijken. En als je kijkt naar de Nederlandse bevolking, dan zijn ze ook al 25% van de mensen is aan het bellen via het internet. En ongeveer 75% van de mensen is aan het internet bankieren. Wat betekenen nou die harde cijfers van het internetgebruik voor het concrete politiewerk? Wat we op dit moment zien, is dat veel collega's bijvoorbeeld zelf actief zijn op Hyves. Maar dat ook al 6 miljoen Nederlanders actief zijn op Hyves. Waarbij je eigenlijk soms de vraag kan stellen of privacy nog wel bestaat. Dat betekent nogal wat voor de opsporing. Wat we ook zien, is dat veel politiemensen gefilmd worden tijdens hun werk en gewoon op YouTube staan. De burger heeft dus door het gebruik van het internet een heel belangrijk middel in handen gekregen, wat een enorme impact heeft op ons werk. Wat is nou eigenlijk het probleem van al die feiten op het internet en wat de politie daarmee te maken krijgt? Nou, wat we nu op dit moment signaleren, is dat het onderwerp internet nog onvoldoende sense of urgency heeft bij de politieorganisatie. We zijn wel met allerlei ontwikkelingen bezig, maar de aandacht die het zou moeten verdienen, heeft het op dit moment nog niet. Dat blijft een beetje hangen in wat we ook al noemen politie 1.0. We hebben een boodschap en we zetten dat op politie.nl. Terwijl we toe willen naar een ontwikkeling van meer interactief, meer burgers betrekken bij het werk en daar ook vooral het kanaal internet optimaal voor gebruiken. Wat wij vanuit onze internetstrategie zouden willen bereiken zijn een viertal doelstellingen. En om te beginnen vinden wij, als je dan eventjes naar dit plaatje kijkt, als we hier de Nederlandse politie hebben en een complete bol als het hele World Wide Web beschouwen, dan willen we gewoon eens beginnen met een klein eilandje binnen dat grote internet waarop we zelf een eigen portal hebben. Waarop de politie gewoon zelf ook een internet service provider is op het web zelf. Het internet wordt zo groot, dat verdient gewoon een eigen portal voor Politie Nederland. In de tweede plaats willen we ook aanwezig zijn op het net door interactie aan te gaan met burgers. Zodat de burger ook een portaal heeft om bij ons binnen te komen. Dus van een eigen portaal voor de politiemensen zelf naar een portaal voor politiemensen met interactie en de burger. Bijvoorbeeld voor een internetaangifte. In de derde plaats zitten we als politie midden in een compleet netwerk van allerlei andere partners en bedrijven. Willen we ook een plek verwerven op het internet waarin we de verbinding aangaan of met concreet ketenpartners uit bijvoorbeeld de strafrechtketen of partners uit het publiek-private samenwerking uit het bedrijfsleven. En tenslotte in de vierde plaats, en dat is eigenlijk nog wel het meest spannende en ook de plek waar we eigenlijk op dit moment nog niet zijn, is het complete World Wide Web. Waar zijn we ten aanzien van of handhaving of opsporing? We doen nu een heel klein beetje aan digitaal rechercheren, maar we willen met een internetstrategie als doelstelling neergezet, we willen daar veel actiever op zijn. En we willen ook, behalve dat we een eigen portal zetten, willen we ook in het World Wide Web op verschillende plekken daadwerkelijk aanwezig zijn. Dan wel zichtbaar, dan wel onzichtbaar, maar wel dat we weten wat er speelt. Heel concreet zou dat kunnen betekenen dat we iets gaan doen in 3D-werelden als Second Life. Of dat we op andere, op een portaal als Hyves ook actief zijn. We hebben daarvoor een strategie ontwikkeld waarin we een aantal hoofdpunten naar voren willen brengen. We vinden dat Politie Nederland zichtbaar en actief op het internet moet zijn. En vooral actief in de vorm van wederkerigheid, actieve wederkerigheid. We willen ons oriënteren op de nodale oriëntatie. En we willen ons focussen op stromen die op internet aanwezig zijn. En met name de stromen die gaan over criminaliteit. We hebben een enorme slag te staan ten aanzien van het vergroten van het besef bij alle onze collega's. Dus veel doen aan kennis, opleiding. Maar ook vooral veel gebruik en doorontwikkeling van het web. Waar wij een ontzettend belangrijk thema in zien is dat we moeten innoveren. Heel veel dingen van het internet is er nog maar net, een jaar of 10. Heel veel dingen moeten we daar nog van leren, moeten we daar nog in ontdekken en vooral ook innoveren. En daarvan vinden wij dat we daar zelf actief in moeten zijn. De initiatieven die er nu al zijn, en dat zijn meerdere tientallen sites van Politie Nederland willen we kanaliseren en onder één portal onderbrengen. Dus onder onze eigen politieportal en niet meer versnipperd over allerlei verschillende korpsen. En ja, we zoeken daarbij ook vooral ook aansluiting bij het programma van ICTU, andere overheid. Er zijn vele andere overheden die zeer actief zijn op het gebied van e-government. En daar valt veel van te leren en ook veel slimme technieken van te jatten. Ja, en tenslotte, als we het hebben over het internet waar we nu zijn, 1.0, waar we naartoe willen, 2.0, dus meer interactief met die burgers aan de slag, willen we ook voorbereid zijn op web 3.0, wat er binnen nu in een aantal jaren ook al aan zit te komen. En daarin willen we dan ook echt in de startblokken klaarstaan, dat we in één keer mee kunnen in de beweging van 3.0. En niet meer in de situatie willen zijn waarin we nu zitten, dat het nieuwe internet ons als politie overkomt en we opeens in moeten stappen.